Stel je dit eens voor. Het is september 1944. De grond beneden je is nog ver weg. Boven het geronk van de vliegtuigmotoren uit hoor je de hartslag van je kameraden. Indrukwekkend. Ja, ik vind het grandioos. Dit is niet zomaar een stuk hardlopen. Je zit met z'n allen in die tent, je hoort dat verhaal over hoe die troepen zijn geland. Dat heb je dan in je hoofd als jij daar dan wegloopt. Dat je denkt, oh, zij hebben hier ook gelopen, maar met zo'n ander gevoel. Dus je gaat toch een beetje met een bepaald soort lading weg. Nou, ze gingen dus door dat sporttunneltje heen, wat eigenlijk veel te smal is. Kon de jeep erheen. En met ingeklapte spiegels, volgens mij ook lege banden, kon die net er doorheen. Ja, je kan het niet voorstellen. Nee, het is magisch. Je voelt gewoon de historie waar je langs loopt. Prachtig. Wat je ziet is dat heel leuke sportiviteit en historie met elkaar verbonden wordt. Dat is heel bijzonder. Ik heb me specifiek voor deze trailrun opgegeven om inderdaad de mensen te herdenken die hun leven hebben gegeven. Ja, dat gecombineerd met de run zelf, ja, dat is best wel indrukwekkend. Omdat je heel veel tijd hebt om na te denken tijdens het lopen, dan is je kop leeg en dan denk je eigenlijk alleen maar aan dit. En dat is gaaf, ja. Geweldig. Ik ben helemaal moe en ik denk dat het de laatste keer is dat ik dit ga doen. Met een paar dagen word ik 78 en ik liep dit omdat ik natuurlijk misschien een van de weinigen ben, misschien wel de enige, die de hele oorlog heeft meegemaakt. Ja, prachtig, prachtig. Ik weet niet of je ooit eens hier in de bossen gelopen hebt. Het is heel zwaar, heuvel op, heuvel af. Het is schitterend. Het is geniaal, het is fantastisch. Mooi is te eenvoudig ervoor.